Ik ben geen voorstander van privatisering van staatsbedrijven. Dat zegt DNA-lid Ivanildo Plein van de Nationale Partij Suriname, NPS. De regering moet duidelijk aangeven welke bedrijven ze gaan privatiseren, waarom en wat er met het personeel zal gebeuren, aldus Plein. Hij wil ook weten waarom de regering zo kort voor de verkiezingen de privatisering doordrukt. Ik kijk uit naar een gedegen plan met goed onderbouwd, dus met redenen omkleed, waarom en zeker ook met cijfermateriaal. Waarom wil je dat bedrijf privatiseren? Ik heb ook aangegeven, het is in dit moment om dat te doen, want je bent eigenlijk 6-7 maanden voor de verkiezingen. Het lijkt alsof je vertrekkende bent en je probeert heel snel een paar bedrijven naar je toe te trekken. Want wie zijn allemaal de mensen die in aanmerking kunnen komen om te kopen? En wat doe je met het personeel wanneer je dat bedrijf gaat privatiseren? We willen niet een situatie hebben waarbij mensen broederloos worden gemaakt. Ik bedoel, als je iets wilt doen, doe het echt rustig. Ga dat onderzoek goed doen. Kijk de pro's en contra's. En op basis van de zaken, met je gedegen plan, kom je het parlement hier vertellen wat de reden is waarom je wilt verkopen. Eerder deze maand heeft minister Stanley Ragubashing van Financiën en Planning aangekondigd dat enkele staatsbedrijven worden geprivatiseerd. Van de 163 die onder verschillende ministeries vallen, zijn 36 niet meer actief en hoeven dus niet behouden te worden. 29 van de 163 bedrijven worden niet geprivatiseerd. Een van de bedrijven die de regering zeker van de hand wil doen, is het vis- en garnalenbedrijf Sail & Vee. 71 bedrijven zullen op termijn geprivatiseerd worden. Volgens parlementariër Patrick Kensenhuis van de NDP mogen de verlieslatende bedrijven wel geprivatiseerd worden. Ik denk dat er een verdere discussie hierover gevoerd moet worden. En die privatisering van bedrijven moet niet een privatisering zijn van friends and family. Ik vind dat dat aspect van privatiseren verder goed uitgewerkt moet worden. En dat we de bedrijven die echt in aanmerking komen, dat we die bedrijven goed in beeld brengen. En dat we met betrekking tot die privatisering een zodanig profiel gaan vaststellen dat het nimmer moet zijn dat een bedrijf wordt verkocht aan een familielid gewoon of aan een vriend gewoon, zoals Fukamekwanyang. Staatsbedrijven drukken zwaar op de begroting van de overheid, zei president Chandrika Prasad Santokhi, desgevraagd terwijl er geen productie is. Daarvan moeten we afstappen, vindt het staatshoofd. Op dit moment zijn er heel wat parastatale bedrijven waarvan jullie niet weten waarvan de salarissen door de regering betaald worden, door het volk betaald worden. Maar er is geen productie daar zo. Wat moeten we daarmee doen? Welke van die bedrijven kunnen we afstoten? Private sector. Welke bedrijven kunnen samenwerken met de private sector? Door bijvoorbeeld aandelen te verkopen. Welke bedrijven wat verlies lagen? Laat die particuliere sector dat gaan doen. Maar het zijn strategische bedrijven. Waarvan wij zeggen, daar kom je niet aan. Staatsolie in, kom. Ik kan zeggen als president, a kapitaal nooit in de regering. A kapitaal in de parastatale bedrijven. Al deze bedrijven moeten winstgevend gemaakt worden. En datgene wat met de particuliere sector winstgevend gemaakt moet worden, go. Wat strategisch bij de staat moet blijven, keep it. Maar maak het professioneler. En alvorens de staatsbedrijven worden geprivatiseerd, moeten diverse beleidszaken in orde zijn. Waaronder toepasselijke wet en regelgeving.